Het ministerie van Defensie gaat een speciaal mentorprogramma voor jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 20 jaar organiseren in de periode van 4 september tot en met 17 september. Kapitein Sham Manisin zegt dat het de bedoeling is om schoolverlaters vitale levensvaardigheden bij te brengen en hun zelfvertrouwen te versterken. Hij vindt dat het moment waarop een jonge Surinamer stopt met de school, het een grote aanslag is op de Surinaamse trots en het de economische vooruitgang remt. Het mentorsprogramma moet jongeren helpen om bij te dragen aan de opbouw van Suriname. De districtscommissaris van Saramaka, Shirin Bansi Durga, heeft samen met het Onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van LVV een bijeenkomst gehouden over de ingetreden droogte in het land. Op de vergadering is een plan van aanpak besproken waarbij de bestuursdienst het probleem gaat aanpakken in samenwerking met LVV, OW en de boeren. Er komt per resort en toegespitst op de landbouwgebieden een werkgroep die tot taak hebben om per gebied aan te geven hoe en waar water gehaald kan worden om de landbouwpercelen te bevloeien. Het Onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie, ODD, heeft gisteren presentaties gehouden voor de districtscommissariaten van Koroni en Ikeri. De diverse afdelingen hebben daarbij aan de DC's en hun staf uitgelegd waarmee zij zich bezighouden en waarvoor de commissariaten bij hen terecht kunnen. De presentaties vonden plaats in de multifunctionele zaal van het district Koroni. Na de presentaties kregen de aanwezige ambtenaren de gelegenheid om vragen te stellen of een opmerking te doen.